U kijkt naar het video weerbericht van weerplaza. We hebben te maken met opklaringen boven Nederland. Maar als we ten westen van ons land kijken, zien we alweer dikke bewolking klaar liggen. En die bewolking komt geleidelijk aan onze kant op. Kunnen we goed zien als we de satellietfoto's laten bewegen. Bewolking neemt van het westen uit toe. En uit die bewolking gaat ook neerslag vallen. Verder zien we achter die bewolking alweer opklaringen. Dat betekent dat het niet heel lang gaat regenen. En we zien een verbrokkelde structuur op de satellietfoto. Het waait erg hard in die hoek. En dan hebben we het over het gebied ten zuiden van Ierland. En daar. Eh, Gaat de komende dagen ook veel wind voorkomen. Dat zien we bijvoorbeeld als we naar de windpijlen gaan kijken. We hebben lage drukgebieden ten westen van ons en dat betekent een zuidwestelijke aanvoer. En daarin zit ook veel wind. Vanavond wind, daarna luwt het even en dan komt er een lage drukgebied dichtbij. Morgenavond ligt die depressie al boven Schotland en om die depressie heen zit heel veel wind. Meeste wind zien we aan de zuidflank en dat betekent vooral dat dit gebied het behoorlijk voor de kiezer gaat krijgen met kans op een zware storm vooral in het westen van Engeland en in het zuiden van Ierland. Maar ook bij ons kan langs de kust laat op de woensdag en in de vroege nacht naar donderdag een storm plaatsvinden. Goed, zover is het nog niet. We hebben eerst de komende avond nog te gaan. Dan is het een stuk rustiger, want de wind gaat alweer afnemen. Neerslag trekt langzaam oostwaarts en van het westen uit begint het geleidelijk aan op te klaren. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en landinwaarts liggen de temperaturen maar net boven het vriespunt. Vlak bij de grond zou het misschien net kunnen vriezen. En dat betekent toch dat er hier en daar misschien een klein beetje gladheid ontstaat. In elk geval is de kans aanwezig dat we morgenochtend de autoruiten moeten krabben. Goed, dan de eh, volgende tijdsfase. Dan hebben we het over morgen overdag eerst zonnige periode, maar van het westen uit toenemen de bewolking in de ochtend in het noordwesten al wat regen en in de middag gaat het van het zuidwesten uit flink regenen. Dan gaat ook de wind verder toenemen. En vooral hier in het noordwestelijke kustgebied zou in de namiddag en in de avond even een echte storm kunnen staan met windkracht 7. En dan moeten we ook rekening houden met zware windstoten. Het blijft voorlopig aan de onstuimige kant. Hoewel het donderdag en vrijdag tijdelijk wat rustiger is. Niet wat neerslag betreft. Vooral donderdag kan het flink doorregenen. In de loop van de middag wordt het droger. Vrijdag overdag vaak droog weer met wat zon. En zaterdag wordt het dan opnieuw een onstuimige boel. Met misschien wel weer een storm. Maar zover is het nog niet. We hebben nog een paar dagen te gaan en de onzekerheid is er nog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.